Beste vrienden, beste kameraden, wij verdubbelen meer dan de vorige verkiezingen hier in Antwerpen. Wij boeken... Wij boeken ons beste resultaat ooit in deze stad. Wij worden de tweede partij van Antwerpen, de grootste stijger van deze verkiezingen. 20% voor de PvdA in Antwerpen. En ik ben ongelooflijk trots dat wij vanaf 1 januari met meer dan 10 gemeenteraadsleden naar de gemeenteraad van Antwerpen kunnen gaan. Dank jullie wel, allemaal. Een heel positief punt in heel die verkiezingsuitslag is dat het er naar uitziet dat het progressief bestuur in Borgerhout meer dan beloond wordt en dat de PvdA de grootste partij wordt van Borgerhout. Beste vrienden, beste kameraden, we moeten er niet flauw over doen. De afschaffing van de opkomstplicht heeft onze partij pijn gedaan. Meer dan we hadden gedacht. We vrezen ervoor dat heel wat jongeren, heel wat mensen die kortgeschoold zijn en heel wat mensen met lage inkomens vandaag niet zijn gaan stemmen. En dat is een onwaarschijnlijk democratisch deficit, niet alleen in Antwerpen, maar in heel Vlaanderen. Wie die lage cijfers ziet van de opkomst in heel Vlaanderen, die kan alleen maar teleurgesteld zijn in die nieuwe regels en vinden dat het anders moet, dat we terug meer mensen naar de stembus moeten krijgen. Maar wij roepen ook alle democratische partijen in Vlaanderen op om deze antidemocratische maatregel te herzien en te zorgen dat alle groepen in onze samenleving het recht hebben om zich uit te spreken bij de verkiezingen. Maar niet onbelangrijk om te herhalen, ondanks het feit dat heel veel mensen niet zijn gaan stemmen door de afschaffing van de opkomstplicht, ondanks dat feit, halen wij vandaag met de PvdA 20% van de stemmen in Antwerpen. Ik wil heel graag iedereen onwaarschijnlijk bedanken voor de afgelopen weken. Met de PvdA hebben wij onze eerste verkiezingsdoorbraak gehad in 2012. Toen haalden wij vanuit het niks 4 zetels in de gemeenteraad van Antwerpen. Vandaag staan we na jaren van opbouwwerk aan 20% en meer dan 10 zetels. Wij zijn iets aan het opbouwen dat hier is om te blijven. Wij zijn iets aan het opbouwen om te zorgen dat we onze stad kunnen veranderen. En wij gaan daarmee door, beste vrienden, beste kameraden. Vanaf morgen gaan we daarmee door. Wij hebben onze resultaten nu meer van verdubbeld. Dat belooft voor de toekomst. Wij gaan nog verder kunnen doorstijgen. Wij gaan nog verder blijven hameren op die thema's van betaalbaar wonen. Een thema dat wij op de agenda hebben gezet tijdens deze kiescampagne. Op de thema's zoals openbaar vervoer dat beter moet. Op de strijd tegen armoede. Op het respect voor de diversiteit in onze stad. Daar gaan wij niet over zwijgen. Daar gaan wij door over op tafel blijven kloppen. Samen met jullie. Samen met al die tienduizenden Antwerpenaren die vandaag hun vertrouwen hebben gegeven aan de PvdA.